Yo boys, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Deze video gaat eigenlijk over mijn jaar dat ik dat we eigenlijk hebben gehad op YouTube. Dus hopelijk gaan jullie zeker kijken naar deze video. Uh, yo boys and girls. Uh, mijn jaar was dus eigenlijk begonnen op, zoals iedere normale persoon. Op 1 januari 2021 begon dus mijn jaar. En ja, op 1 januari 2021 hebben we dus het jaar gestart. Oké, okay, nieuwjaar, het, was, het verliep heel goed voor eigenlijk nieuwjaar te zijn. Want normaal gezien ben ik op nieuwjaar, voel ik me niet echt 100%. En ja, het liep goed tot eigenlijk 2 januari in de avond. Dan is de hel losgebarsten voor eigenlijk de eerste keer dit jaar. Ik kreeg ruzie met mijn toenmalige vriendin. En de ruzie werd zo hevig dat we eigenlijk, ja, dat er zelfs thuis ruzie ontstond. Dat ik thuis eigenlijk. Me niet gedroeg. Allee, niet gedroeg is een, is een groot woord, alleen een klein woord voor wat ik eigenlijk heb gedaan. Ik heb thuis heel veel ruzie gemaakt. En dat is eigenlijk tot. Ja. Tot van alles gekomen. Het werd zelfs zo heftig dat mijn vader mij moest komen halen van. Hoevenen, hier, hier in de buurt. Tot eigenlijk in landen dat hij moest komen halen. En. Ja, het was zo heftig dat ik twee weken niet naar mijn moeder ben gegaan. En. Sorry mama, nog altijd. Van dat moment. Uh, het was eigenlijk zo heftig dat we. Ja. Dat ik naar mijn vader moest komen voor een paar weken. Oké, na een paar weken ben ik terug naar mijn moeder gegaan. En ja, dat, het ging weer goed voor enkele weken. Tot 2, 3 en 4 februari. Dus een maand daarna. Op 4 februari werd de ruzie zo erg met mijn ex. Want toen hadden we weer ruzie. Dat ik dit telefoon, mijn oude iPhone X. Helemaal naar de zak heb geslagen. Oké, okay, waarom heb ik dat gedaan? Goed mag weten waarom. Ik weet het tot op van de dag van vandaag nog altijd niet. Toen was ik even in trance. Ik weet wel dat ik er heel veel geld heb moeten betalen. 235 euro. Voor alleen maar dat scherm en de oplaadpoort te laten maken. De achterkant is dus nooit gemaakt, zoals jullie zien. En ja, toen heb ik toch wel besloten om de relatie met mijn toenmalige vriendin. Dus mijn ex stopte te zetten. Waarom hebben we dat toen gedaan? Omdat ik eigenlijk. Ja, waarom hebben we dat gedaan? Ik wou gewoon niks meer met haar te maken hebben. En. en jullie hebben me ook wel gezien. Toen tijdens de break-up, drie weken daarachter, heb ik eigenlijk niet meer geüpload. Oké, okay, wat is er ook nog in de maand februari gebeurd? Ik heb dus mijn beste vriend Sven. Sven Wilkins. Eh. Uh, ja, waarmee ik samen een kanaal heb, twee, kanaal, twee kanalen zelfs. kanalen en Sven en Game doe ik als AD. En... Maar op Gamer als AD komen we nog later terug in de video. En uh, ja, ik heb... Ik heb dit terug gevonden. En... Ja, we zijn terug meer en meer beginnen sturen, elke dag bellen. Tot vandaag zijn we nog elke dag aan het bellen. Want er komen zelfs vandaag... alleen tot op... er komen zelfs in verschillende weken... Ik kom er zelfs nog uh, bij dat we 12 uur of zo op een dag bellen. Ah nee, 12 uur niet, maar toch wel 7, 8 uur op een dag. Dat we eigenlijk zo met elkaar bezig zijn. En uh, ja, en dan heb uh, ik dus die drie weken niet geüpload. En ik was van mezelf bewust dat ik minder, minder mensen ging gelukkig maken met mijn video's. Oké. Okay. Eind februari is er ook wel iets heel serieus uit de bus gekomen. Het huis van mijn vader, van mijn, mijn vorige woonplaats van mijn vader, is eigenlijk verkocht geraakt. Dus ja, de vorige, het vorige huis dat mijn vader had gekocht, is dus eigenlijk verkocht geraakt. Waarom? Omdat we, waar we hier komen wonen in de buurt. Dus ja, hier in deze buurt waar we komen wonen. Omdat ja, mijn stiefmoeder is van hier, mijn stiefzus is van hier en... We hebben wat we dus hier komen wonen. En ja, het heeft eigenlijk zo goed als. Ja, we hebben hier dus een huis gekocht, en daar komen we nog later op terug in de video. En uh, ja, toen is het maart geweest, en in maart ben ik terug beginnen uploaden. Waarom ben ik toen terug beginnen uploaden? Omdat ik gewoon zeg, zoiets had van: ik kan, het, ik kan het niet altijd stil laten gaan op mijn kanaal. En in maart zijn we dus ook begonnen met Dylan en Sven. Ook een kanaal dat ik ja, hier in beneden in de beschrijving ga zetten. En uh, ja, we, gaan, we blijven dat dus. Uh, ja, ik heb daar. We hebben daar een paar video's op geüpload. Ik weet niet hoeveel. Ik denk een stuk of 4, 5 video's. En dat we gewoon zeiden van dit kanaal wordt het niet. Oké, okay, maar we gaan er soms nog wel eens op uploaden. Misschien een streamje op het kanaal en voor die 14 abonnees dat we daarop hebben of in de 20 zelfs nul. En ja, ik ga eens kijken dus wie dat we eigenlijk allemaal hebben van abonnees. En uh, Sven heeft nu ongeveer 23 abonnees. En voor de 23 abonnees ga ik misschien samen met Sven nog eens een livestream doen. En ja, in maart ben ik ook jarig, geweest, jarig geworden. Ja, jarig geweest. Dus zien maart was eigenlijk mijn verjaardag. En jij ja, ben 22 geworden dit jaar. Oké, okay, het was een verjaardag in mineur. omdat het weer in corona was. Maar we uh, hebben toch ook... Ik heb toch ook genoten om een verjaardag. Dan, in maart ben ik ook... Heb ik ook contact beginnen leggen met Brent Hakuria, ofwel... bereiken op YouTube. Uh, Brent, shout-out naar jou. Als je als deze video ziet, shoutout naar u. Je bent echt een goede makker. En, uh, ja... Ik heb ook het contact dan... Ik heb hem dan... Ja, we hebben meer contact gehad met Garcia ook, maar dat contact is ondertussen al weg. En uh, in april heb ik zoiets gehad van: ja, we, we hebben toen een huis gekocht. En het huis hier is toen ook gekocht. En we zijn beginnen verbouwen. Die verbouwingen hebben eigenlijk vijf maanden lang geduurd. En in mei heb ik, uh, in april heb ik ook geloof ik afgesproken met Sven. En het was eigenlijk. Het was na twee jaar en zoveel, hebben we elkaar eigenlijk eens teruggezien. En het was een perfecte dag. Het was, we zijn eigenlijk niet veel van elkaar, Het werd eigenlijk niet van veranderd. En dan, een paar, dan zijn we beginnen verbouwen: verbouwen, verbouwen hier. En dan, in juli, heb ik toch eens gezegd: van Ik ga een keer rust nemen, ik ga nog een keer naar mijn moeder. En dan ben ik beginnen afspreken terug, heb ik terug afgesloten met Sven. En dat was ook weer... Toen hebben we die tas-test opgenomen. En die tas-test. Perfect. Perfect geëdit. Sven heeft die ook nog geëdit. Bedankt nog eens voor het editen, die tas-test. En ja, die video was echt mooi geedit. En dan ja, ben ik een maand later zijn dus verhuisd. Op 15... Allez, kan dat zien op mijn Facebook. 16 augustus zijn we verhuisd naar dit huis hier in Saarbrück. En dat was, wel dat was eigenlijk wel de perfecte dingen om beginnen meer en meer professioneel bezig te zijn met YouTube. Ook die week ben ik de dag erna, 17 augustus, heb ik mijn eerste stream gedaan. Of 16 augustus heb ik al mijn eerste stream gedaan. 16 augustus mijn eerste, 17 augustus mijn tweede, en toen heb ik mijn 12 uur stream gedaan. En ja dan 12 uur stream van FIFA 21, de 12 uur streamen van de FIFA 22 komt er nog aan. en ja toen ben ik nog beginnen streamen, beginnen streamen en in september heb ik ook beginnen streamen, heb ik ook een heel maand gezien, maar ook geupload. en in oktober, of volgende september hebben ook, hebben ik en Sean nog eens samen gezeten het oude kanaal GameDook als idee. Terug te halen. Ik ben dus ook lid geworden van GameDocals.at.e. Ik heb dat lang stilgehouden voor dit kanaal, omdat ik eigenlijk dat was. Uh, ja, ik heb dat lang stilgehouden omdat ik zelf eerst video's wil maken voor GameDocals.at. En ik heb dat zo lang stilgehouden omdat ik zelf zei van. ja, dat gaat toch. het gaat tijd kosten voor dat eigenlijk te kunnen verwerken. Ik heb daar video's voor gemaakt. En dan, een week later ongeveer, hebben we dan de 12 uur stream dan normaal gezien was gepland. Maar door, door problemen met internet en computer is dat eigenlijk niet kunnen doorgaan. Er zijn er maar 4 of 5 uurtjes van geworden. En ja, FIFA 22 natuurlijk. Dus de FIFA 22-editie van 12 uur stream komt nog ooit niet. Komt ooit nog eens dit jaar. Volgend jaar 2022. En, uh, ja. Dus ik en Sven zijn dus dat kanaal begonnen, terug. Terug wel leven ingebracht. En, ja. Dan november. Was heel leuk. Uh, ja. En, ja, nu is deze. Het, het jaar is bijna gedaan. En nu wou ik deze video eigenlijk maken voor mijn jaar met jullie te delen. En, eh, uh, volgend jaar bij FIFA 22, ja, nog altijd. In januari ga ik ergens, uh, op een zaterdag of een zondag, te zien, wanneer dat Team of the Year valt, ga ik een Team of the Year stream doen. Een Team of the Year pack opening stream. Ben ik ben nu packs aan het sparen voor Team of the Year. En die gaan we dan openen in een streampje. Misschien ga ik ook nog eens de packs openen van Sven. Via Shareplay dan. Maar we zullen het nog wel zien. Misschien gaat hij ze zelf openen. Misschien ga ik ze op stream openen. Maar dat, dat gaan we nog regelen onderling. Ik en Sven. En. Ja. Uh, dit was eigenlijk de video waarin ik mijn jaar en jullie wou vertellen. Ja. En nog iets. Ik heb dan een nieuwe camera. En. Voor, voorheen filmde ik eerst met deze gsm. En dan. Met deze. Maar dan heb ik nog gezegd van ik wil een upgrade qua filmen. En dan heb ik dus mijn camera, mijn Sony. Nog iets gekocht en ja, uh, bedankt voor het kijken naar deze video. Het was een langere video dan dat jullie van mij gewoon zijn, van de afgelopen video's. En uh, ja bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam dat is altijd Dylan. En uh, bedankt voor het kijken naar deze video. Uh, volgende week. Of ja, volgende week, of vrij, vrij, dinsdag of vrijdag, valt te zien wanneer dat mijn video eigenlijk valt. Ga ik uh, opnieuw een video uploaden en dan aan 31 december gaan jullie een leuke video zien. 31 december komt er dus uh, een leuke video wat jullie van mij misschien al hebben gezien van FIFA 21, de laatste, de laatste dag. Alleen de laatste dinsdag van FIFA 21. Dus als jullie, jullie die video nog kunnen herinneren dat voor 2021 easy. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Uh, bedankt aan alle mensen die ik in 2021 heb leren kennen en 2021 heb teruggebleden teruggevonden heb. Uh, bedankt, bedankt aan iedereen om mijn jaar zo leuk te maken. En uh, ja, dan uh, wil ik jullie graag meenemen naar mijn, ja, naar mijn 2022. En uh, ja, bedankt voor het kijken. Mijn naam is altijd Dillon. joe.